vandaag de tuinen, de poort loszetten en iedereen kan hier komen kijken. Ik kan een stukje proeven op een gegeven moment op de tuin, maar dat is met de corona-regels een beetje moeilijk natuurlijk. En we leiden ze wel rond dat ze er hierin gaan en de andere kant er weer uit. Want we moeten natuurlijk ook ons houden aan de 1,5 meter regel. Er zijn ongeveer hier 80, 85 leden, waarvan de helft ongeveer Armenen zijn. En de anderen zijn gewoon de Hollanders. We kunnen heel goed met de Armenen omgaan. En het gaat altijd goed, want we ruilen natuurlijk de groentes om en om. En dat is erg prettig natuurlijk voor iedereen. En we hebben totaal geen problemen. Helemaal op de tuin niet, nergens. We hebben zelfs geen wachtlijst. Er komen vandaag sowieso nog mensen die willen graag een tuin hebben, maar die komen op de wachtlijst voor volgend jaar. Eigenlijk hier in de tuin, we hebben heel veel vrije tijd om te doen. En, wij komen hier een beetje gezellig met andere mensen ook een beetje praten. En daarna moeten we aanbieden hier om iets te zijn en inputten. En bijvoorbeeld, we hebben heel veel peper en paprika en aubergine en patisserie en lentuien. Zeg maar, van alles wat iets om te iets bezig met zijn. Ja. We hebben hier een bijenstal en die bijenstal er zitten ongeveer 7 of 8 bijenkorven in. En de bijen die dienen ervoor dat de planten, de bloemen, bestoven worden. En we zijn natuurlijk heel gek met die bijen. Ja, want als je dus geen bijen hebt, dan komt er ook niks terecht van de bloemen en de planten. We hebben oud-leden die 40 jaar lid zijn geweest en die dus geen tuin meer kunnen onderhouden. Die komen nog op bezoek hier en dan een praatje maken, want het is natuurlijk altijd een lust en een leven geweest. En dat ze nu niks meer kunnen, zowel lichamelijk niet. Ze komen zelf in de scootmobiel hier naartoe en dan, ja, van iedereen krijgen ze een maaltje aardappelen en een maaltje sla, noem maar bonen. En dat vinden ze natuurlijk heel mooi. En dat doen wij hier.